Tuingracht is altijd een gracht geweest waar werkende mensen woonden. Er staan wel 5 pakhuizen die allemaal de naam van een vogel hadden. Er was bijvoorbeeld de zwaluw en de valk. En zo was dat van oudsher waar dat pakhuizen waar iets gebeurde. De Rechterstraat is iets anders. De Rechterstraat is eigenlijk totaal veranderd natuurlijk. Voorheen had je, laten we zeggen, aan de ene kant, kun je ook wel zien aan de omvang van de huizen, toch wat meer de gegoeden. Vervolgens had je dan in de Eilandspolder natuurlijk ook nog wel tuinbouw. En dan ging er met Lloyds, werd het over de straat gereden, ging het natuurlijk naar de tuingracht. Er was natuurlijk ongelooflijk veel nering doen. Je had bakkers, slagers, overal. Begrijp je, dat was één groot bruisend geheel. Nou, dat is natuurlijk verdwenen, dus het is met name dus nu een woongelegenheid. Men is trots op waar men woont, men is trots op de buurt en men wil dat buitengewoon graag ook uitstralen en ook, laten we zeggen, etaleren en ook aan de bezoekers laten zien, kijk eens jongens, hoe mooi wij hier wonen en dat is iets waar mensen ongelooflijk veel plezier aan beleven. Wij hebben met 2 mensen rondgelopen waarbij wij in grote witte puiken hingen onze haren vies te zijn en oude kleren en een flesje alcohol in de zak en we waren helemaal van slag en toen zijn we het hele dorp doorgelopen. Daar hadden we heel succes mee en daar kregen we dus een prijs voor. De eerste prijs, dat was echt een eer toen. We hebben geloof ik twee keer de straat, ik zeg het nog even, we hebben 2 keer de straatprijs gewonnen. Jullie, ja. En de Tuingracht nou 1 keer, dus die beginnen nu een beetje bij te trekken. Wat je dan krijgt, wat er toen een bijeenkomst en dan krijg je iets van €50, et cetera, en je kan wat kaartjes. Maar het gaat meer om de aardigheid dat het gebeurt. We kijken altijd naar 3 elementen, hè, en dat is, laten we zeggen, de straat. Dat zijn de huizen en dat zijn dan de bezoekers die komen. Of je zegt van moet je eens luisteren, het gaat niet alleen om kijken, maar het gaat ook om luisteren. Dus hadden we een geluidsinstallatie, maak je dan, waarbij mensen op straat dus het hoefgetrappel kunnen horen van paarden en het rijden van karren over de straatzenen. En zo ontwikkelt zich zo'n concept vanzelf, zonder dat je in een geschiedenisles belandt, maar dat je gewoon zegt, je gaat een beetje richting op van een soort, wat ze noemen, een beleving. Maar je houdt natuurlijk wel een beetje geheim van wat je probeert te organiseren en aan nieuwe dingen. Dus daar loop je niet tegelijkertijd mee te komen. Dus wat dat betreft ook geen overleg. En wij hebben de laatste keer vooral ook de geschiedenis erbij gehaald. We hebben leegwater willen promoten. Dus we hebben een tableau vivant gemaakt aan het begin van de gracht. En wij hebben toch gebruik gemaakt van het feit dat wij water hebben. De hele tuingracht heeft een vaart erlangs. Ja, dat gold bij ons natuurlijk voor Aartje Deken en een beetje Wolf natuurlijk, want die hebben op nummer 40 gewoond. Dus dat leent ze dan prima ervoor om achter de ramen natuurlijk daarmee natuurlijk iets te creëren. Vooral 's avonds, als het binnen verlicht was en als het buiten dan donker is. Dat is het leukste moment natuurlijk, dat zie je het meest. En heb je er geen last van die bezoekers? Nee, je hebt wel mensen, dat is heel merkwaardig, dan staat een deur open en dan lopen ze gewoon naar binnen. En dan hebben ze het idee van, nou ja, alles is open en overal mag je. En nou ja, je kan ze nog net tegenhouden, anders lopen ze ook nog even naar de badkamer en de slaapkamer om te kijken hoe het eruit ziet en zo. En dat is als zodanig wel buitengewoon geestig.